voormalig V&D-pand in Nijmegen heeft een nieuwe huurder gevonden. Donderdag was de opening van warenhuis TK Maxx. De opening werd om 10 uur officieel voltrokken door wethouder van Economische Zaken Monique Esselbrugge. Ze is blij dat het gebouw midden in de stad weer is gevuld met een warenhuis. Bijna 40 personen hebben vanuit een werkloosheidsorganisatie een baan gekregen. Het is voor TK Maxx de tweede vestiging in Oost-Nederland en het pand beschikt over zo'n 2000 vierkante meter.